gedachtegoed, zowel de min als de plus. En wat de plus betreft, gaan we nou eens even kijken naar de min 2000. Los van het andere gebeuren, kan hij dat volhouden. Vleeschouwers erbij, vanuit het midden, 44. Bert Konings, Patrick Dekkenwagen, 6. Jorgen Volksom, Tessa Menten, 77. Grozemans, Johan met wagen 12. Maar aan de leiding, de groene BMW van Martijn van Hoven. Wederom gevolgd, direct gevolgd door Joël straks. We hebben deze twee al eerder bezig gezien vandaag. Telkens op het scherm van de snede. Daar komt hij bij. Maar het is alles. Het zijn precies de eerste drie van de startlijn. Want Volksom heeft inmiddels wel de jokerlap genomen. Daar is hij in ieder geval vanaf. Martijn van Hoven dus met een openingslaptijd van 44.327. Is dacht ik zeer snel. Maar inmiddels is straks sneller en heeft Van Hoven zijn koppositie al moeten prijsgeven. Vleeschouwers door de joker inmiddels. En daar pakt Van Hoven terug. Oh, de hele kampel ligt er achteraf. Hij is een superfeest. Ja, dat is wel voorbij. Het is maar plastic. Van Hoven terug aan positie 2. Vleeschouwers 4. Twee rijders dus door de joker. Wie gaat hem nu nemen? Eens even kijken. Daar gaat... Nee, Van Hoven niet. Straks. Die doet dat wel. Ik denk dat het slim is. Inmiddels hier Van Hoven. Lambrie is zeer snel, 41.5. De dekker krijgt vleesnel op de kieper. Dat zit dicht bij elkaar. Hier terug naar de kwartpositie de BMW van. Zou hij nu kiezen voor... Ja, hij kiest voor de jokerlab. Ik denk dat het heel slim is. Daar gaat ook nog een wagen meer dan de jokerlab. Dat is Patrick de Dekker. De volgende gaat er door. Tessa gaat er door. Rozemans. En inmiddels is het de hand op top. Vleeschouwers 2. En is Joël straks. Inmiddels. Van het circuit gereden, straks Joël geeft de strijd op. Via de jubileumbocht, ingang naar het circuit. En daar heeft Joël nu zijn auto ingereden. En dan gaan we nu kijken naar de laatste loodjes, dames en heren. De laatste loodjes, heel simpel, voor deze min 2000. Die zijn nu 50 meter, 40 meter, 30 meter, ja. En daar is Van Hoven winnaar, dames en heren. Tweede plaats.